Vroeger was een brommobiel alleen voor bejaarden en gehandicapten. Maar tegenwoordig rijden steeds meer mensen in zo'n wagentje. Vooral jongeren onder de 18 willen graag een brommobiel. Want die kan je met een brommerijbewijs al besturen. Die willen vaak lekker warm en droog naar school toe. En omdat de afstanden vaak van huis naar school toch al groter zijn dan ja, vaak in de grotere steden, zitten ze eerder aan een brommobiel te denken dan een scooter of iets anders. In Drenthe rijden bijna 900 brommobielen rond. Dat zijn er meer per inwoner dan gemiddeld in Nederland. De modellen lijken steeds meer op echte auto's. Met lederen stoelen, zelfs vier sportuitlaten, lichtmetalen wielen, ja eigenlijk een airbag zit erin. Alles wat er in een luxe auto zit, kan je bijna tegenwoordig in een brommobiel ook bestellen. Maar ook al ziet hij er blits uit, het karretje gaat niet harder dan iets boven de 50. En dat is andere weggebruikers een doorn in het oog. Veilig Verkeer Nederland vindt dat de 45 kilometer wagens zo min mogelijk op 80 kilometer wegen mogen rijden, omdat het snelheidsverschil te groot is. Belachelijk, zegt Robijn. Ja, iemand die hier gewoon op deze weg rijdt in een brommobiel, ja, de andere weggebruikers vind ik horen daar gewoon een klein beetje rekening mee te houden, omdat ook mensen in een brommobiel moeten zich van plaats naar plaats gewoon kunnen vervoeren.